Komt de voorzet en het scoort! Het scoort! Het is goal! Een goede kans weer van Aardigem en hij scoort! Oh, de goal! PSV pakt de Europa Cup. Kluivert, ja! Van Persie, en die komt er erin! Ja! Want Depay doet het met de Panenka. Goedemorgen, van harte welkom. Het is zondag 22 november van het jaar 2020. Vandaag spelen en Ajax, Feyenoord, AZ en PSV. Kortom, interessante voetbalzondag. En wij praten onder meer daarover met Freek Jans en met Ralf Seuntjens, die ook tijdig vanochtend gearriveerd is, de spits van de Graafschap. Daarover straks veel meer. Eerst het nieuws van de afgelopen dagen. Het is de week van de laatste interland van het Nederlands elftal in 2020. De groepsfase van de Nation League wordt winnend afgesloten in Polen. Helaas heeft Nederland zich niet geplaatst voor de Final Four. Italië wint op bezoek bij Bosnië en gaat door naar de finale van de Nation League samen met België, Frankrijk en Spanje, dat deze week met liefst 6-0 wint van Duitsland. En er is deze week ook treurig nieuws. De voetbalwereld neemt afscheid van PSV-icoon Harry van Raaij. De voormalige voorzitter van PSV is 84 jaar oud geworden en was zeer geliefd in Eindhoven en omstreken. Dan gaan we naar het buitenland. Matthijs de Ligt maakt tijdens de zege van Juventus op Cagliari zijn rentree. Dortmund-fenomeen Haaland maakt er zaterdag tegen Hertha liefst 4. Mourinho verslaat Guardiola in de Engelse topper. En Barcelona verliest van koploper Atletico Madrid, waardoor de achterstand oploopt tot 9 punten. Over de onrust in Camp Nou en de nabije toekomst van Messi straks meer in deze uitzending. Want hoe lang speelt Messi nog in Barcelona? Die vraag wordt weer veel gesteld na de contractverlenging van Pep Guardiola bij Manchester City. Dan de KNVB-beker. Onze speciale gast van vandaag neemt het met de Graafschap op tegen PSV, terwijl Ajax FC Utrecht ontvangt. En van de beker gaan we door naar de Eredivisie, want koploper Ajax speelt thuis tegen Heracles, nummer 2 Vitesse gaat op bezoek bij FC Groningen, FC Twente ontvangt PSV en Feyenoord reist af naar Sittard voor de wedstrijd tegen Fortuna. Kortom, genoeg te bespreken. Ja, dat is helemaal juist, dat blokje, behalve dat Groningen-Vitesse gisteravond werd gespeeld en eindigde in een 1-1 gelijkspel, maar nog een geweldige kans voor Broja, de Albanees van Vitesse. Ralf Seuntjens is de gast. Nou ja, laten we eerst even kijken naar zijn staat van dienst, want die is langdurig. Kijk maar, hij heeft tal van clubs gehad, dat zien we. En overal veel goals geschoten en VVV heeft hij de meeste indruk gemaakt, zou ik bijna willen zeggen. En nu slijt hij zijn tweede jaar van 2 bij de Graafschap. En hier ziet u het aantal doelpunten wat Ralf in al die jaren heeft gepresteerd. Dat zijn er nogal wat. En nou even je eerste reactie op het feit dat de loting jullie heeft toegewezen aan de Graafschap, aan de PSV. Ja. Kortom, dat is lekker. Ja, dat zijn heerlijke wedstrijden. Meen je dat? Nee. Ja. Het zijn mooie wedstrijden, zeg maar, voor in het begin van je carrière. Maar eigenlijk, dit zijn wel op mijn leeftijd, zeg maar, gezien. Dan weet je wel dat het lastige wedstrijden worden. Je schokt overal achteraan. Ja, dan gaan we een beetje even kijken wat we gaan doen, hè. Ja, daarover straks meer. Eerst gaan we even naar donderdagavond terug. Donderdagavond was de topper in de eerste divisie tussen Cambuur op bezoek in Doetinchem bij de Graafschap. En het ging als volgt. En aan Giovanni Korte, met heel veel techniek en precisie, zet hij de eindstand op het bord. 2-0. Cambuur wint dus en neemt de koppositie over van de Graafschap. De bespiegelingen gaan nu komen natuurlijk. Is Cambuur titelfavoriet nummer 1? Is de Graafschap dat? Wat zegt deze wedstrijd daarover? Ah, die zegt wel iets. Ja? Hè? Alleen in punten, ja, sta je gelijk. We hebben ook een aantal ook goede resultaten gehaald. Alleen je ziet wel dat, dat heeft ook te maken met die groep is al 2 jaar bij elkaar. Ja. En er zijn geen wisselingen, dus heel veel automatismes. En ja, bij ons zijn we toch wel bezig met een nieuw middenveld, 3 nieuwe jongens, een nieuwe keeper, een nieuwe rechtsback. Dus het heeft wat langer geduurd, maar we staan bovenin en dat het spannend wordt, ja, dat weten we ook allemaal. Wij verliezen ook wel eens en de Graafschap verliest nu van ons. Dus Mike Snoei zal hier niet van in de war raken, hoor. Dat verliezen wel meer ploegen van ons. En de volgende keer zijn wij het weer een keer. Maar het is wel een topwedstrijd die wij winnen. En NAC stond bovenaan, Almere stond bovenaan en nu staat de Graafschap bovenaan, nu staan wij bovenaan. En dat zijn wel heel knappe uitslagen. In hoeverre is dit nu een goede graadmeter voor de competitieverhoudingen? Nou ja, je bent er bijna op de helft, dus hoe de stand... ja, ik bedoel deze wedstrijd. Ja, dit is een wedstrijd op zich. Je moet naar de stand kijken. Ja, maar het is deze wedstrijd geeft niks weg. Deze wedstrijd geeft niks weg. Niet de verhoudingen tussen jullie misschien. We kunnen nu niet zeggen, Cambuur is titelfavoriet nummer 1. Nee. Want wie is dat dan? Nou, ik vind dat wij Cambuur, NAC, Almere en Volendam dat zijn. Alle 5. En ik vind niet dat het specifiek Cambuur is. Maar die 5 en dan jullie voorop? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg gewoon die 5. In willekeurige volgorde? In willekeurige volgorde. Vooraf werden jullie natuurlijk al bestempeld als titelfavoriet nummer 1. Hoe denk je dat dat nu is? Nou, dat vind ik. Tuurlijk snap ik dat wij voetballen goed. We hebben echt een goed spelplan. En dat werkt ook, dat zie je. Ik snap ook dat mensen dat zeggen, maar ik houd zelf maar mooi rustig. Ik vind ook dat de Graafschap erbij hoort, dat Volendam erbij hoort, dat NAC erbij hoort. Almere heeft mogelijkheden. Nou, zo heb je toch, NEC trekt erbij. Hè? Dus je hebt een grote bovengroep. Nou, ik hoop dat wij er bovenuit komen. Ja, ik heb er ook wel 4 of 5 genoemd, klopt. Of titelfavorieten. Ik noem dat dan altijd die ploegen die voor die 2 promotieplekken in aanmerking komen. Ja, en wie staat dan bovenaan? Van de favorieten? Nu Cambuur. Ja, dat is een stand, maar van de favorieten in jouw hoofd? Ja, ik vind Volendam ook wel erg goed. Volendam had ik nog helemaal niet genoemd. Maar Volendam is natuurlijk een fantastische ploeg. Het reisje is nog iets groter dus met favorieten. Maar kijk, mensen zeggen dan, ja, vorig jaar heb je dat gedaan en dat gebeurt nu weer. Maar andere clubs versterken ook. Hè? Dus dat is voetbal en dat moet ook. Dat is het spelletje. En jullie horen er ook bij? Ja, en we staan er ook bij. Ja, overigens heeft Volendam verrassend genoeg 1-1 gespeeld thuis tegen Top Os. In die spannende keukenkampioen-divisie. Overigens, ik was bij die wedstrijd donderdagavond. Ja. Een tikje chagrijnig is denk ik juist omschreven, was jij, hè? Ja, als ik verlies ben ik sowieso niet echt te genieten. Nee. Dus ik was wel een tikje chagrijnig, dat klopt zeker. Dat klopt. Ook op je eigen spelers, ook op jezelf? Ook op mezelf zeker, ja. Want ik moet gewoon 1 van die 3 kansen moet er minimaal in. Tweede helft? Ja, tweede helft gelijk, de eerste 20 minuten. En dan help je de ploeg weer de wedstrijd in, zeg maar. En dat gebeurt dan niet, waardoor je steeds meer gaat zoeken. En iedereen steeds meer de drang krijgt, zeg maar, om mee te helpen met om een doelpunt te maken. En dan loop je tegen die counter aan, die overigens ook nog wordt aangeraakt door een speler, waardoor die over Rodi de Boer heen valt. Die mooie lop van Korte. Ja, een beetje geluk bij. Maar ja, ik zat er wel goed in. Zat er wel goed in. Ja. Nou, dat past aan je karakter, hè? Dat chagrijnige als het tegen zit. Ja, ik ben gewoon een hele slechte verliezer en in alles, ook thuis, maar zeker met de voetbal dan is dat nog wel een graadje erger. Met spelletjes bedoel je thuis? Spelletjes ook, ja. Maar op voetbalgebied is wel een graadje erger, maar als ik thuis tegen Mats bijvoorbeeld een spel speel dan... Je tweelingbroer? Oh nee, die is 3 jaar jonger. Ja, dat is de jongen van Fortuna en ook tegen Jesper en Stijn, hoor. Maar als we dan tegen elkaar spelen dan is verliezen geen optie. Nee, ik ben altijd in de war met jouw familie, want die is knap ingewikkeld. Ja. Want jij hebt een tweelingbroer. Klopt. En Mats heeft ook een tweelingbroer. Dat klopt, ja. En jullie zijn allemaal alle 4 op dezelfde dag jarig. Ja, allemaal. Wat vrij logisch is als je met je tweelingbroer dezelfde dag jarig bent, maar met je jongere tweelingbroer is vrij op zienbarend. Allemaal op 17 april, dus 4 man. Ja. En dat is vrij uniek inderdaad, ja. Nou, dus ik denk dat het uniek is, hoor. Ja. Overigens, Freek, hoe kom jij aan je liefde voor de Graafschap? Oef, nou eigenlijk van jeugd af aan. Ja, ik ben in die regio opgegroeid. Ik heb er mogen voetballen in het verleden. En altijd verknocht gebleven aan die club. En nog altijd kom ik er zo vaak mogelijk. En alle wedstrijden, ik zat toevallig terug te kijken. Ik heb inderdaad alle wedstrijden dit seizoen gezien. Alle 90 minuten lang. Dus en ik kan ook niet ontkennen dat Ralf ervoor gezorgd heeft dat ik toch wel regelmatig opveer, hoor, op de bank. Vooral in die laatste minuten tegen Excelsior. Wat was het? Jong PSV. Awesome. Ja, dan... kijken mijn dochters me wel raar aan dat ik heel hard loop te juichen voor Ralf Seuntjens, maar dat gebeurt wel eens. Ja. Ik ben niet helemaal objectief ten aanzien van de Graafschap, dat geef ik gelijk toe. Helemaal niet, mag ook. Nee, precies. Maar als in al jouw niet-objectiviteit, ik vond het was lastig die discussie in de afloop, want ik vond Cambuur wel de terechte winnaar. Nou, op basis van tweede helft vond ik het dus wel meevallen. Wat je wel ziet, is dat Cambuur makkelijker voetbalt dan de Graafschap. Maar dat is het hele seizoen al zo. Het is niet voor niks dat Cambuur volgens mij ook de uitslagen die ze neerzetten aan doel zal, dan kun je dat al zien. Ja, die kunnen rustiger achteroverleunen tijdens wedstrijden. Bij de Graafschap is het vaak tot het eind nog spannend. Dus zij voetballen gewoon makkelijker. Alleen ik vond, juist omdat Cambuur donderdag dat voetbal niet echt heel erg liet zien, had je na rust het gevoel van, misschien zit die 1-1 nog wel in. Maar ik denk overal dat je had ook geen aanspraak gemaakt op de overwinning. Nee, dat vond ik ook, zeg maar. Een gelijkspel was het maximaal verdiend geweest, zeg maar, als we dat hadden kunnen halen, zeg maar. Maar over het algemeen is het ook, als je voetbal kijkt en je bent voetballiefhebber, dan je kijkt naar Cambuur en de Graafschap, zul je altijd zeggen dat Cambuur gewoon een betere ploeg is, zeg maar. Omdat hun voetballen beter, hun laten het balletje beter gaan, hun zoeken tussen de linies, hebben diepgang. Er zit eigenlijk echt veel in die ploeg, zeg maar. Hebben Henk de Jonge en de Cambuur stafleden hebben dat echt prima in orde. En wij hebben, zeg maar, daar wat meer moeite mee, zeg maar, om tegenstanders kapot te spelen. Waardoor wij vaak op het eind, zeg maar, pas een goal maken, zeg maar. Of vroeg een goal maken, maar niet doordrukken, zeg maar. Wij hebben nooit echt een grote uitslag behaald dit seizoen. En dat is het grote verschil. Al vond ik wel, zeg maar, dat wij Cambuur de tweede helft echt goed onder druk kregen. En hun voor de eerste keer in 1,5 jaar tijd begonnen met tijdrekken. Dat kan we ook niet zien doen. Dus ook wel een compliment naar ons, maar after all, overal naar gekeken is Cambuur natuurlijk wel gewoon de verdiende winnaar. Ja, overigens, dan ben je in de afloop ook voor de camera's van Fox behoorlijk sikkeneurig. Ja. Ook over de kwaliteit van je spelers, je medespelers. Heeft het nog gevolgen na afloop? Want je zegt nadrukkelijk wat je vindt. Nou ja, ik zeg dan inderdaad wat ik vind. En de trainer heeft me daar heeft me wel even apart genomen. En ook nog, de dag erna. Ah, kijk eens aan. Vrijdag. En ook gewoon in de groep besproken. Maar ja, de groep die begon gewoon te lachen. Die weten dan ook hoe ik ben in de emotie. En we hebben wel meer van die spelers zeg maar, die dan emotie tonen, zeg maar wel intern. En ja, ik moet dan gelijk voor de camera en dan krijg ik de eerste twee zinnen, zeg maar, politiek correct uit mijn mond. En dan, dan draait het helemaal weg en dan begin ik weer. Maar dit was wel voetbaltechnisch. Want ik bedoel, ik vond dit juist... Jij gaf eigenlijk gewoon aan dat het laatste kwartier... dat met Ted van der Paafd in de spits... ze gewoon die bal voor de pot hadden moeten gooien... omdat ze aan de zijkanten gingen lopen... Dat gaf je eigenlijk op een normale bewoording aan, toch? Ja, ik gebruik dan misschien wat... aanvallendere woorden, zeg maar. Ik kan ook zeggen van, het is dan misschien wat verstandiger... om dan de bal van de zijkant in de 16 van Cambuur te leggen... zodat we wat meer kans hebben om een goal te maken. Heel beschaafd, ja. Zo had ik het ook, maar je was dan agressiever. Ik pak dan in de emotie wat agressievere woorden. En één keer weet je nog wel, jong AZ uit vorig seizoen. Hebben we straks verderop. Oh, die hebben we straks. Dat maakt het leuk. Dat bewaren we nog eventjes. Dat is genieten, Want hoe zou je jezelf willen omschrijven? Want met jou heb ik... wat tegenstrijdige gevoelens. Ik heb er heel goed op je te letten. En op een gegeven moment denk ik van... Ja, dat bewegingsritme, dat ken ik nou wel van jou. Daar kan je niks aan doen. Dat is je stijl. Dat is je lichaam. Ja. Traag. Maar je baltechniek is eigenlijk verrassend goed, vond ik. En je loopbaan... Ja, je hebt vorig jaar bij de Graafschap 16 goals gemaakt. En 12 assists. Nu zijn er op 7. Hoe zou je jezelf wel omschrijven? Kan je vinden in mijn gevoel? Nou, ik kan je zeker vinden. Ik ben gewoon lang en dat oog wat log. En ik ben inderdaad niet de snelste. Al geven metingen aan na de wedstrijd en hoe die waardes ook zijn, zeg maar, dat ik niet heel sloom ben, zeg maar. Dus een beetje vals sloom. Maar daarin heb ik wel gewoon een goede techniek, vind ik. En overzicht, dat ik weet waar de ruimtes liggen en waar ik moet zijn op het juiste op dat moment. En ik denk dat dat wel... Mijn grootste kwaliteit is dat ik gewoon zie waar ik moet zijn in een bepaalde situatie. Ja, want als je je loopbaan bekijkt tot dusver, dan ben je... Het is niet... Ja, VVV was het hoogste wat je gespeeld hebt? Denk ik? Ja, bij de Eredivisie die laatste jaar. Want je bent een spits voor dat niveau? Ja, ik ben niet een subtop Eredivisie-spits, nee. Zeker niet. Onderin de Eredivisie, daar heb ik natuurlijk in het middenveld, op het middenveld gespeeld bij Venlo. En... Ja, dat is wel wat verstandiger, zeg maar, omdat ik niet als een bal achter de verdeling wordt gelegd. Ja, dan ga ik die bal niet... Nee. Ben ik niet eerder bij die bal dan de verdediger vaak. Dus. Doe je ook geen moeite voor dan? Nee, ik probeer het wel, maar vaak tevergeefs. Gewoon om de druk erop te houden is het meer dan. Maar de bal ga ik niet als eerste toucheren. Nou, jij hebt bij VVV hele goede jaren gekend. Maar eigenlijk ben je een man die nooit bij de club is terechtgekomen waar hij het meeste om geeft, om NAC. Ja, klopt, ja. Ja, daar heeft wat tegengezeten inderdaad. Eerst vanuit RBC, daar was een kans dat ik naar NAC ging. Maar die speelde toen de Eredivisie en die hadden toch wat twijfels, zeg maar. Ook gezien mijn motoriek, laat ik het zo zeggen. Dus die kozen er niet voor. Toen ging ik naar Den Bosch. Ja, daar heb ik het ook wel op zich niet top gedaan. Maar stond ik ook een paar keer op het middenveld. Toen bij Telstar heb ik een goed seizoen gedraaid. Met Mike Snoei? Nee, met Michel Vonk. Oh ja, van, zeker. Ja. Daar heb ik het wel goed gedaan, zeg maar. En toen kwam Venlo. Toen was ik er eigenlijk mondeling al uit met Venlo. En toen was Maaskamp trainer bij NAC. En die belde op het moment dat ik eigenlijk al een mondeling akkoord met NAC had. Van, we willen met VVV had. Met VVV, ja. Toen zei hij, we willen jou naar NAC. Toen zei ik, ik ben een man van mijn woord. Ik heb nu gewoon een akkoord gehad, zeg maar, met Venlo. Dus dan... Ja, dat had ik misschien zelf al wat kunnen boycotten, maar als je dan ja zegt tegen een ploeg, dan moet je daar ook voor gaan, vind ik. En dat heb ik toen gedaan. En toen, voor de Graafschap, zeg maar, heb ik een aanwezig geweest, zo wil ik het noemen, geen gesprek. Ik ben aanwezig geweest 3 minuten in het kantoortje van Tom van Abelen en die zei toen, ja, we hebben jou niet nodig. In 3 minuten... Ja. Wacht even, je gaat snel. Ik heb het gelezen, maar je hebt langdurig bij VVV gezeten. Toen je daarmee weggegaan, we het nog even over hebben. Ja. Maar toen kon je naar de Graafschap. Maar eerst moest je je bij NAC melden, want NAC zei, heb je uitgenodigd voor een gesprek. Ze belden mijn zaakwaarnemer, dus ze nodigen uit voor een gesprek. Dan denk je van, oké, er is interesse van die club. Die willen een samenwerkingsverband aangaan. Dus ik stap het kantoortje in en hij begint, ja, ik wil je eigenlijk persoonlijk vertellen dat we niet geïnteresseerd zijn in je. Dus toen zei ik ook tegen jou, zo, had je niet kunnen bellen? Toen zei hij, ja, ik wil het persoonlijk, vind je dat raar? Ik zei, ja, ik vind het wel tijdsverspilling wat je nu doet. Ik zo, dat had ik toch niet hoeven komen. Ik zo, nu heb ik een hele ochtend weggegooid om dit aan te horen. Ik zo, had dan niet gebeld of had niks laten weten. Ik zo, dat was voor mij ook prima geweest. Ik zei, maar dit gaat natuurlijk nergens over. Heel raar. Dat hoor je echt nooit. Dit hoor je echt nooit. Nee, en toen ging ik weg. En dat was nog het mooiste. Ruud Broods zat zeg maar met de technische staf in het kantoortje daarnaast. En mijn zaakwaarnemer, die bleef nog even zitten met Koeman. Hets van Kapel en Arie Treffers. Oh ja, oude scheidsrechter. Ja, klopt. Ja. Die zaten nog daarnaast, zeg maar. En die had nog met een andere speler. Dus toen ging ik bij Ruud Brood. En die zei, hoe was het gesprek? Want, en die was dan wel weer geïnteresseerd. Maar... Was het een beetje angst voor de supporters of zo? De supporters wilden jou graag hebben? Die wilden hem ook heel graag hebben, inderdaad. Ik heb nog een spandoek opgehangen aan mijn huis. Dat ik moest komen, maar de technische leiding wilde wel, zeg maar. Ja, de technische staf wilde wel en de technisch directeur hield dat, die wilde het niet. Dus een gesprek van 3 minuten? Ja, mededeling eigenlijk. Mededeling? Ja. Dat lijkt iets voor jou met jouw karakter, dat zei je wel. Nee, ja, dus toen heb ik ook gezegd, nee, toen heb ik... Ook direct best wel aanvallend gereageerd wat ik zei van tijdsverspilling. En toen reageerde hij een beetje geschrokken. Alsof hij niet wist wat hij had gedaan. Maar ja, toen ben ik weggelopen en toen was het klaar. Maar dit is toch heel raar, hè? Want jij gaat er ook naartoe. Je denkt ook, ik word uitgenodigd door NAC om een gesprek te voeren. Om naartoe. En dan ga je zitten en dan hoor je, hey, we hebben hem niet nodig. Nee, dus ik vond het ook uit. Dit hoor je volgens mij echt bijna nooit. Nee. Dus alleen voor de bühne heeft hij dus eigenlijk, dat hij kan zeggen, we hebben een gesprek gehad, maar we kwamen er niet uit, kunnen ze dan verkondigen of zo. Ja, dat komt. Maar was je te duur of zo? Nee, we hebben nog geen eisen of niks neergelegd. Gewoon, dat was het gewoon. Uiteindelijk, want je hebt ontzettend veel goals gemaakt op dit niveau. Zeker ook bij VVV. Heb je die bijnaam Seun of God's Daden gekregen of had je die al eerder? Die heb ik toevallig bij Den Bosch gekregen, zeg maar. Toen al? Ja, en dat begon bij een oefenwedstrijd, was leuk om te vertellen. Ja. Toen speelde ik een helftje en toen stonden de harde kern langs het veld en die riep mij naar me toe en die gaf gewoon een flesje AA, zeg maar. Rooie Mike noemen ze hem. Ik heb nog steeds contact met de beste man. En die gaf een AA'tje en toen is een beetje een cultstatus, zeg maar, ontwikkeld. Goede band opgebouwd. Toen ging het eerste jaar ging het niet helemaal top bij Den Bosch. En toen kwamen de supporters verhalen halen van de M-site. En die zat toen nog wel behoorlijk vol. Er zat 200, 300 man ongeveer. En die gingen bij de hoofdingang staan. En alle spelers die moesten binnen blijven, zeg maar. Maar ik stond gewoon buiten met die supporters te praten. Dus iedereen was in paniek. Waren Seuntjens. En toen op een gegeven moment zagen ze buiten mij gewoon met die supporters praten. Dus daar is een beetje, zeg maar, ontstaan de band. En toen hebben hun mij de naam Seun of God gegeven. Die misschien wat overtrokken is? Ja, misschien wel. Maar ik draag hem wel met trots al 10 jaar, denk ik nu. 11. Dus dat is wel, is wel mooi als je dat... Als je dat hebt kunnen waarmaken, zeg maar, in het leven. Ja, nou ja. Maar goed, uiteindelijk ben je bij VVV weggegaan. En als ik dat nou... teruglees, ik ga even niet voorbij aan alle goals die je gemaakt hebt. Nee. Is dat eigenlijk een treurig einde geweest van beide kanten? Ja. VVV heeft van jou afscheid moeten nemen en jij bent daar weggegaan. En dat was niet prettig. Dan werd je ook karakterologisch van alles verweten. Ja. Je was echt onaangenaam in die periode. Ja, daar hebben we denk ik samen niet goed opgelost, zeg maar. Uiteindelijk, we waren bezig met een contractverlenging. Daar kwamen we uiteindelijk niet uit door bepaalde redenen. En toen heb ik gewoon in de media, zeg maar, ook na de wedstrijd misschien niet verstandige dingen vermeld, zeg maar, die ik wel toen op dat moment zo voelde en zo zag, zeg maar. En ja, dat is eigenlijk nooit echt ook een over gesproken, zeg maar. En dat, dat is gewoon een beetje, zeg maar... Dan word jij eigenwijs, hè? Ja, dan word ik vrij eigenwijs, dan loopt het wat uit de hand, zeg maar. En dan, dat hadden we gewoon samen en ik ook, zeg maar, beter moeten oplossen en... Dan had je daar gewoon ook een beter eind gehad. En dat was voor alle partijen uiteindelijk denk ik gewoon beter. Uiteindelijk ben je een paar wedstrijden van voor het einde van het seizoen hebben ze gezegd, nou ik heb beter maar gaan. Ja, toen hebben ze me vrijgewaard van activiteit inderdaad. Was dat onder Maurice Stijn? Ja, was onder, maar ja, daar had ik gewoon een goede band mee, zeg maar. Dus daar was niks meer aan de hand. Het was gewoon meer de leiding, zeg maar. Ja, jij wilde wat meer geld hebben in nieuw contract en dat hadden ze niet. Nee, dat was niet aanwezig inderdaad. En dan hoor je daarna wel verhaal dat ze wat andere buitenlandse spelers halen, zeg maar, die dan wel wat meer krijgen. Maar dat is verhalen, zeg maar, die ik als niet waar aanneem. Dat kun je toch nooit. Zat je met een knap zagrijnig hoofd, komt dat woord weer terug op de bank. Even nog een tijdje zagrijnig op de bank. Ja, toen tegen de Graafschap toevallig nog. Toen stonden we snel 1-0 achter, toen kwam ik erin en toen wonnen we 4-1 inderdaad. Ja. Toen waren we officieel veilig en daarna was het einde periode. Ja, want ben jij lastig? Nee, ik ben niet lastig. Ik denk als je met al mijn trainers praat, zeg maar, dat ze echt gewoon mij enorm waarderen, zeg maar. Maar als we verliezen en het gaat niet goed. En ik ben wel iemand gewoon, zeg maar, die wel zegt wat hij vindt op dat moment en wat er beter kan. En tot nu toe bij de Graafschap gaat dat prima. Dat past ook wel echt bij zijn karakter. Het ongepolijst, dat vind ik ook wel mooi. En Max Moe heeft ook wel eens verteld dat jij het niet alleen richting je teamgenoten of richting de trainer, maar ook wel in wedstrijden ook altijd aan het zieken bent tegen tegenstanders. Ja. Klopt dat je altijd bezig bent met de verdedigers van de tegenpartij en maak je dan grappen tegen ze? Je probeert ze altijd uit hun ritme te halen, weet je? Ja, ik weet nog, ik probeer wel ze wat uit hun ritme te halen. Daar heb ik wel wat trucjes voor. Zijn de jonge verdedigers van de tegenstanders van de KKD die? Ja, de jongeren zijn over het algemeen jongere spelers, zeg maar. Maar het is niet, ik scheld niet en ik vloek niet. Maar je zegt er wel, je zit niet lekker in de wedstrijd of zo. Ik zeg wel bijvoorbeeld van, dan zeg ik tegen de verdedigers zeg ik vaak, jullie moeten alles met z'n vieren alleen doen achterin. Want die anderen verdedigen gewoon niet mee, die laten jullie gewoon stikken. Ja. En dan raken ze al een beetje geïrriteerd en dan schaart één keer een speler van hun niet om en zeg ik, zie je nou, die doet helemaal niet mee met jullie spel. Die schakelt gewoon niet om, die laat jullie gewoon stikken. En er is niemand die dan tegen jou zegt, heel lange lul, pas een beetje op, dan schop ik je voor de tenen. Nee, niemand zegt dat. En dan, dat is wel mooi soms, zeg maar. Want sommigen die gaan er dan echt in en dan hoor je hem daarna tegen die andere centraal zeggen, die zetten helemaal geen druk, jongen. We moeten iets terug. En dan staan ze weer 5 meter naar hun eigen goal. Ja, dat is weer lekker voor mij, zeg maar. Ik vind het wel mooi hoor. Dat is echt ook wat je in amateurvoetbal ook ziet natuurlijk. Een beetje elkaar lopen zieken. Maar jij bent niet objectief. Jij bent heel blij dat hij gekomen is. Want vorig jaar, zei ik net al, 16 goals, 12 assists is natuurlijk gewoon heel veel. Ja, dat is heel veel. Ja, nee, daarom. Maar ook dit seizoen weer. Als je ziet hoe vaak het in de laatste minuut afhankelijk was van Seuntjens. Zou je hem, dat hebben we net ook gezegd, zou je een typische eerste divisie speech willen noemen of is dat te denigrerend? Nee, want ik vind dat is ook niet denigrerend. Want als je door de jaren heen kijkt, Sjoerd Ars was ook zo'n typische eerste divisie spits. En zo heb je volgens mij wel laatst in de VI ook staan met 5 echt typische eerste divisie spitsen. Ja, dan kun je een geweldige carrière hebben. En ik vind ook goed dat hij weet ook zijn kwaliteiten. Dus hij zegt ook, voor de subtop, daar kom ik gewoon tekort. Ja, hoeveel voetballers je in de eerste divisie niet hoort en ziet die dan denken, ik kan in de subtop wel mee, dat totaal niet aan de orde is. Nee. Nou, ik vind een stukje zelfreflectie, zelfkennis is alleen maar goed. En dan weten ze. Overigens, we maken een stapje naar de eerste. Ga je even naar Ajax toe? Ja. 11:15 is die wedstrijd al. Zo, ja. Ajax zit weer in een drukke periode. En er wordt ontzettend veel geklaagd door trainers. Mourinho was weer koploper over het drukke schema wat ze hebben. Hè? Ja, en dat is inderdaad. Ik denk vooral over de afgelopen 2 weken zit er wel wat irritatie hoor binnen Ajax over die interlandperiode. Vooral die oefeninterlands die zijn gespeeld. Kijk, daar vind ik ze ook volledig terecht. Dat is er maar 1, hè? Ja, dat is er maar 1. Maar goed, alle spelers moesten wel weer uitvliegen. Het is toch wel weer een extra wedstrijd. Je had in die week ook wat een paar dagen rust kunnen geven natuurlijk aan spelers. Ja. Dus afgelopen week hebben ze met 4 man getraind hè, bij Ajax. Ja. Dus die hele selectie bestaat uit internationals, jeugdinternationals. Dus iedereen, sommigen moesten de wereld overvliegen. Iedereen is weg geweest. Nou ja, en dan merk je, sommigen hebben echt 3 interlands moeten spelen. Die komen nu weer terug. Ja, dat vind ik ander verhaal. Wat je nu gaat krijgen is in 31 dagen heb je 10 wedstrijden. Want ze hebben ook nog eens die loting gehad. Ook nog eens Utrecht. Ja. Dus daar zullen ze ook wel flink voor gescholden hebben gisteravond denk ik in Amsterdam. Dat ze niet gewoon weer in actie moeten komen. Dus ja, je gaat gewoon heel veel wedstrijden spelen in een heel kort tijdsbestek. Dat is voor Ajax, maar voor elke club denk ik vervelend. Aan de andere kant denk ik dat het voor ons, we moeten dat gewoon beoordelen zoals het is. Het is nou eenmaal een heel raar seizoen, wat eigenlijk nergens op slaat. Hè? Door corona, door alle perikelen. Ja, we kunnen er elke dag mee bezig zijn dat er zoveel wedstrijden zijn. Ik denk dat dit gewoon een uitdaging is voor elke club om dat zo goed mogelijk te leiden. En bij Ajax meten ze alles. Hè? Elke training, ik weet niet of dat ook zo, elke training lopen ze met dingen om en ze kijken wie in het rood zit. En volgens mij zit daar nu het belang, als jij ziet dat iemand in de goot zit, nou, dan moet je die er maar naast houden. En dan moet je als Ajax maar zorgen dat je selectie breed genoeg is. Ja, nou goed, Willem Jansen viel gisteren dan weer uit. Heel treurig bij Utrecht. Net terug van een zware blessure, nu hamstringblessure. Het aantal blessures neemt wel toe, hè? Hand over hand, de afgelopen weken. Ja, het neemt zeker toe. Alleen wat de KNVB wel had kunnen doen, zeg maar. En ik denk dat alle clubs daar wel solidair waren geweest, zeg maar. Dat ze gewoon Ajax, PSV, degene die Europees spelen, zeg maar, uit de KNVB-beker houden. Ja. Dat die gewoon een baai kregen, zeg maar. Ik denk dat het ook voor het Nederlands voetbal beter was geweest. Want ze schuiven wel met de wedstrijden van Ajax iets naar voren voor een Champions League-wedstrijd. Die andere wedstrijd weer iets verlaat, zeg maar. Dus nu had je gewoon echt een dienst kunnen bewijzen, ook voor het Nederlands voetbal. Het puntensysteem, de rust even voor de Ajax-spelers. Zijn toch allemaal internationals, ja. Daar had je wel wat verstandiger mee om kunnen gaan, zeg maar. En ik weet niet eens of dat op tafel heeft gelegen, maar... Ik ook niet. Dat had wel verstandig geweest in mijn ogen. En eigenlijk klopt dat helemaal. Eigenlijk slaat het nergens op. Want zij zijn nu in deze maand al volle bak bezig om punten te vergaren voor Nederlands voetbal. Dus, en ze doen het volgens mij alle vier, halen ze ook punten binnen. En in die solidariteitsfonds komt volgens mij een gedeelte. Ja. En nu hebben we Volendam, NEC... MVV. Ze zijn allemaal, die krijgen nu een vrije speeldaad. Hebben die titelkaart al bij de hand? Met de late loting van gisteravond, waar we al een aantal dingen over verteld hebben. Waarbij de Graafschap tegen PSV speelt. Hier zien we dus dat Ajax tegen Utrecht speelt. Ja. En rechts zie je dat jullie bedoelen de vrijgeloten. Volendam, MVV, NAC, Fortuna Sittard, Heracles Almelo, Feyenoord, Oude Den Haag, Heerenveen en AZ. Kijk, los van Feyenoord en AZ dus wel de top 10. Ja, je had gewoon hier, in mijn optiek, PSV en Ajax op zeker vrij moeten loten. Ja, en dan lood je er nog 5 bij en dan heb je hem... zeker. Maar heel gek dat ze daar niet aan gedacht hebben. Misschien hebben ze er wel aan gedacht, maar het sportieve verloop van de beker is toch enigszins aangetast, omdat de amateurwedstrijden niet doorgaan. Allemaal te verklaren enzovoort. Maar het is al een geforceerde loting natuurlijk. Hè? Ja, maar het slaat ook nergens op dat sommige clubs die in de vorige ronde dus ook niet gespeeld hebben, omdat die wedstrijd niet doorging, nu weer vrijgeloot zijn. Ja, ook daarin had je volgens mij kunnen denken, als je in de voorronde niet gespeeld hebt, dat je dan nu in ieder geval wel speelt. Ja, goed. Of iets. Ja. Nou, zeker, alleen de Europese ploeg had je op zeker vrij moeten geven, zeg maar, gezien het schema en waar we toch als Nederland naartoe willen dat we zoveel mogelijk punten willen vergaren. Wij waren hier wel uit geweest zo, denk ik. Dat zeg jij? Wij waren hier zo uit. Jullie wel, ja. Ik zelf zit nog na te denken hoe het allemaal ingewikkeld is, maar jullie hebben de oplossing alweer gevonden. Wij zijn uit het oosten. 17:15 vanmiddag in het oosten, Twente tegen PSV. Ook een hartstikke leuke wedstrijd. En laten we Ron Janssens laten horen over wat hij vindt van die tegenstander PSV, want het gaat goed met Twente, nietwaar? Ja, dat is wel een mooi meetmoment. Ja, Roger Smit, wat is je verwachting daarvan? Wat vindt u toevallig? Ik denk dat Roger niet speelt. Nee, bij PSV je volgt het natuurlijk. En ze hebben best wat probleempjes gehad met corona. Nu zijn alle spelers, ze hebben nog veel meer internationals dan wij. Die zijn allemaal weer uitgewaaid. Terwijl ze de groep graag bij elkaar hadden gehad, denk ik. Dus ik denk dat we wel ongeveer de namen weten. Maar ja, we gaan gewoon spelen wat bij FC Twente past. En wat PSV en Roger Smit doen, dat is pas stap 2. Nou, de trots is in ieder geval terug in Tukkerland, vind ik. Nou, voorlopig absoluut. Het is alleen jammer dat we die trots niet met de supporters mogen delen. Maar ja, dat is deze tijd. Hopelijk binnenkort. Hopelijk. Ja, dat is overigens een feit. Als ik de wedstrijd van donderdagavond zie. In het stadion, hartstikke leuk stadion, gezellige sfeer. Dat was er helemaal niet. Je moet oppassen dat je wat zegt, want dan roepen jullie in het veld of we stil kunnen zijn op de tribune, want het leidt af. Ja, het is verschrikkelijk. Ik denk dat elke voetballer het niet leuk vindt en het liefst zo snel mogelijk de fans op de tribune heeft. Want het charme van het voetbal gaat er eigenlijk helemaal af. Ik vind het nog bewonderenswaardig hoe er wordt gevoetbald en gevochten, hoor. Want het zou ook nogal het gevoel kunnen opleveren bij iedereen, hoog en laag, dat het vriendschappelijk voetbal is. Want er zit... Eens. Wat ook zeker soms zo voelt. Alleen, dan als team probeer je elkaar wel scherp te maken. Maar ook dit seizoen, zeg maar, hebben wij 2 keer verloren thuis. Nu van Volendam en Cambuur. Terwijl 1,5 jaar daarvoor geen pot verloren thuis bij de Graafschap. Dus ja, de fans worden wel enorm gemist. En dat denk ik zeker dat in onze competitie dat NAC, Cambuur en Go Ahead Eagles en de Graafschap daar wel heel veel tegenslag van heeft. Ja, zeker. Daar ben ik het in ieder geval mee eens. Freek, jij moet onderweg naar Ajax. Maar we hebben nog even één dankje. Veel plezier vanmiddag. We hebben nog wel één moment wat je net al opriep over het karakter van Ralf Seuntjens. De Son of God, die als hij verliest... zo chagrijnig is. Kijk maar naar deze beelden. Ik zag deze in de rust persoonlijk niet aankomen. Ik neem aan, jij ook niet? Nee, zeker niet. Nee. Wat gebeurt er allemaal in die tweede helft? Ja, maar niks goeds hiervan. En laten we positief dan beginnen. De eerste helft, ja, jullie hebben het volgens mij onder controle. Prima doelpunt. Niks aan de hand? Ja, eens, maar ik wil eigenlijk niet eens meer... Ja, ik zit vol frustratie, man. Ik zeg eerlijk, ik weet nou even niet wat ik moet zeggen allemaal. Anders ga ik straks verkeerde dingen zeggen, dat wil ik niet. Laten we beginnen bij jezelf ook. Dat is altijd makkelijk voor een speler, voordat jouw ploeggenoot begint. Wat verwijt je jezelf? Nou, een paar keer slordig aan de bal, dat verwijt ik mezelf. Maar voor de rest, volgens mij, elke lange bal had ik onder controle verder. Niet veel kansen verder ook gehad? Nou ja, die eerste moet ik breed leggen op Branco, die schiet ik naast. En daarna scoren we een prima goal, maar daarna 2-3 bal die van mijn voeten verkeerd kaatsen. Maar de tweede helft pak ik volgens mij alle duels win ik. Maar ja... En wat gaat er dan mis, zeg maar even de hele ploeg, zonder dat je een direct naam hoeft te noemen, maar wat lukt er niet? Opbouwen. Gewoon de bal normaal bij een ploeggenoot krijgen? Ja, in principe wel, ja. Ja, daar komt het wel op neer. Ja, als je continu maar wil blijven opbouwen, terwijl hun alles druk zetten, we doen precies wat AZ wil. Ik zeg nog in de rust, ga niet opbouwend opbouwen. Ja, we blijven het doen, ja. En ook in het veld probeer je dat natuurlijk aan te sturen? In het veld roep ik het 48 keer, maar laten we zeggen 1 keer per minuut, dus dat is 48 minuten nou met 3 blessuren. Ja. Dus, maar heeft geen zin, ze luisteren niet, dus ja, voor mij houdt het dan op om nog verder te coachen met iemand hier. Ja, ja, wat jij zegt, dat de trainer het ook heeft aangegeven en het gebeurt gewoon niet? Nou ja, die heb ik daar niet over gehoord, maar als ik iets aangeef in het veld, dan kun je daar naar luisteren. Maar als ze dan zo eigenwijs willen blijven, dan ja... Hoef ik voortaan ook niet meer te coachen. Dan hoef ik voortaan niemand meer te helpen. Hoef ik voortaan niet meer te zeggen, we kunnen het misschien beter zo doen. Ik ben tenslotte pas 30 jaar, dus dat maakt verder niet uit. We hoeven daar niet naar te luisteren. Zo zit het nu in elkaar. Dus dit wordt een pittige nabespreking als ik het zo hoor. Want ik ken jou, je gaat wel dit blijven doen natuurlijk. Je gaat het gewoon weer aangeven. Nee, ik ga het niet meer aangeven. Dankjewel. Dankjewel. Je ziet jezelf naarmate het gesprek voordat het steeds meer op te winden. Ja. Hoe kijk je naar? Slecht, ja, dat is gewoon slecht. Ik moet het niet doen, maar zoals ik al zeg, de eerste paar zinnen kan ik nog politiek correct uitspreken. En daarna neemt gewoon de emotie en mijn gevoel, zeg maar, ja, dan zeg ik gewoon wat mijn gevoel en hoe ik het heb gezien, zeg maar. En dan ga ik niet meer naar de woorden zoeken en dan komt het eruit, zeg maar, hoe het dan geformuleerd wordt in mijn hoofd. En dan zeg je niet na afloop in de kleedkamer bij jezelf, had ik me gewoon politiek correct gebleven? Nee, ja, nee. Op dat moment nog niet. Toen kwam ik in de bus, zeg maar. Toen heb ik wel het woord genomen van... boys, sorry, ik had het wat anders moeten verwoorden. Toen ja, namen ze het wel gewoon aan. En sommigen zeiden van... Ja, ik vind op zich wel dat het nog meevalt. Je hebt wel gelijk, zeg maar. Alleen je had wat een slimmere woordkeuze kunnen gebruiken. Maar achteraf is het nooit slim, inderdaad. Dat moet je altijd intern houden. Dat zegt ook iedereen. Maar ik vind ook soms dat het wel gewoon... Ja, dat vind ik dan, zeg maar. Dat we niet te moeilijk moeten doen dat het... een keer op straat komt, zeg maar. Ik vind dat er heel apathisch over gedaan wordt, zeg maar. Terwijl ik best wel een keer vind dat een speler emotie mag tonen na een wedstrijd en gewoon iets mag zeggen over het team, zeg maar, in het algemeen. Zonder een speler specifiek aan te pakken, want dat heb ik nog nooit gedaan. Geen namen genoemd? Geen namen genoemd, inderdaad. Maar gewoon, kijk, opbouwen doe je met het team, zeg maar. De aanvallers moeten daarin vrijlopen, de middenvelders moeten vrijlopen. Dat doe je gewoon als team, zeg maar. Dus dan spreek ik eigenlijk gewoon het team aan en ik vind dat het best wel mag en ook wat meer geaccepteerd mag worden, want het wordt wel altijd heel mooi uitgelegd, vind ik. Want? Ja, nee, dit ook. Ja, dit bijvoorbeeld, dit interview, ja, zeg maar, dan, ja. Als je dan de nieuwsites leest, zeg maar, dan gaan ze niet zeggen Seuntjens is ontevreden, zeg maar. Dan staat er Seuntjens brandt heel zijn team af, zeg maar. Ja. Dus het wordt ook altijd wel mooi overgenomen en ik snap het ook wel, want mensen lezen liever het negatieve dan het positieve. Maar wat zei nou Snoei precies? Want je was donderdagavond afloop ook kritisch. En wat zei Snoei dan in het nagesprek met jou? Hij zei van ja, Ralf, je moet echt proberen gewoon wat nettere woordkeuze te gebruiken. Daar kwam het eigenlijk op neer. Gewoon wat slimmer zijn, ook voor je team staan als aanvoerder. En hun daar ook gewoon wel wat meer in bescherming nemen. En ik zei, ja, daar gaf ik hem ook wel gelijk in, zeg maar. Maar ja, ik vind over het algemeen, zeg maar, dat we niet te moeilijk moeten doen als een keer gewoon iemand daarin iets negatiefs zet over het team algemeen, zeg maar. Weet je wie het vast en zeker met je eens is? Suleiman Öztürk is aangeschoven. Emotioneel mens. Ja? Mag ik iets zeggen? Ja. Zeg je dit ook na afloop in de kleedkamer dezelfde woorden tegen die jongens? Of horen zij dit voor het eerst? Nou ja, ik ga gelijk naar de camera. En dan, maar dat staat niet live op de tv, zeg maar. Mm. Dus ja, en dan vaak in een nabespreking, dat kan je aan iedereen vragen, ben ik gewoon nadrukkelijk aanwezig met wat ik ervan vind. Ja. En dan zeg ik ook gewoon van, maar wat vind jij er dan van? Want je ziet wel dat hij het meent. Het komt wel echt zeker ergens vandaar. Het is niet zo dat hij daar de stoere... Maar ook met zelfkritiek, dat je zegt van, dat zei je hier ook wel. Maar, nou ja, ik heb heel veel zelfkritiek, ook tegen Volendam zeg maar, heb ik in dat interview heb ik mezelf alleen maar de schuld gegeven en het team niet zeg maar. En dat vinden ze dan wel goed zeg maar. Maar ja, ik vind nogmaals gewoon dat je niet te moeilijk moet doen, vind ik, als gewoon een keer iemand negatief is over het... Over een elftal. En ik vind dat het ook gewoon een keer mag. En natuurlijk moet het intern, maar ik doe het intern ook. Ja. Nou, ik heb het gevoel, wat jij ook misschien bedoelt, is, en wat ik ook daaruit hoor, of wat ik erin hoor, is dat je tegenwoordig niet meer... Er komen jonge jongens bij en je kunt niet meer kritisch zijn. Dat je het gevoel hebt dat je op eieren moet lopen om hun te benaderen. Ja, wij hebben dan wel een ervaren ploeg, zeg maar. Ja. Maar over het algemeen is het inderdaad wel de jonge jongens die kunnen daar een beetje van de leg van zijn, inderdaad. Maar ja, het is gewoon voetbal, zeg maar. En voetbal is in principe, als je 15 jaar kunt voetballen, heb je echt gewoon een hele goede, knappe prestatie geleverd. En daarin moet het eigenlijk gebeuren, zeg maar. Mm-hmm. En maar dat je dan best wel direct mag... Ja, toen jij 20 was, luisterde jij toen naar de... In mijn begintijd speelde ik met Marcel van der Sloot, Nick Ripson, Jordi Zuidam, zeg maar. En dan was ik gewoon, ik was in de kleedkamer, tilde ik ballen. En ging naar het veld, ik hield mijn mond dicht. Als hun zeiden van, Ralf, je kunt misschien beter dit doen, dan probeerde ik dat te doen. En dan ging ik niet eens in discussie, dan probeerde ik dat gewoon. Alleen nu gaan we naar het veld en die ballen worden niet eens getild door de jonge jongens, zeg maar. Dat gebeurt niet meer. Ja, hij wordt weer boos. Ja. Nee, maar niet dat hoeft, zeg maar. Niet dat zo'n hiërarchie moet. We hebben een materiaalman die brengt het, zeg maar. Maar ze moet het uit zichzelf doen. Iedereen brengt het gewoon, zeg maar. Vroeger toen ik 20 was, zeg maar, bij RBC en Den Bosch, was gewoon die jongens onder de 22 jaar, zet even alle goals neer. Dan kunnen we zo een partijspel gaan spelen of korte partijen spelen. Nu is gewoon heel het team wordt daar verantwoordelijk voor gemaakt, zeg maar. En nogmaals, ik vind het prima en je hoort mij er nooit over en ik sta altijd gewoon bij een goal te tillen. Maar het zijn wel tijden die veranderen, inderdaad. Weet je wie nog ouderwets bezig is deze dagen? Mourinho. Die heeft een week, want dat volgen we natuurlijk ook op de voet, behalve de Keukenkampioendivisie, volgen we ook die andere. Mourinho heeft ook al gezegd, fantastisch interlandweek deze week. Fantastisch, ik heb nog 4 spelers over. Ja, dat cynisme, dat dropen we weer vanaf. En ze staan bovenaan, de Spurs. En ze hebben Manchester City op hun manier weggespeeld gisteren. Wat vind je daarvan, van die manier? Ja, kijk, dat is een hele oude discussie eigenlijk al. Die gaat al zo lang met Mourinho. Ik vond ze gisteren tegen Manchester City. Manchester City nodigt Tottenham eigenlijk uit om dat te doen wat ze gedaan hebben. Namelijk achterin hangen en counteren. Met Kane en Son en met Bergwijn. Ja. En dat hebben ze perfect gedaan. En je ziet dan statistieken na afloop, 60% balbezit, 20 schoten op doel, waarvan het 3 echt op doel van City. Tottenham is 9 keer in de 16 geweest van de tegenstander, maar 3 schoten op doel en ze winnen met 2-0. Ja, en ze hebben voor Mourinho, als je vanuit de Mourinho-manier kijkt van hoe spelen wij voetbal, hebben ze een geweldig wedstrijd gespeeld en staan ze nu aan kop. Ja, ik vind Tottenham indruk maken. Moet ik wel zeggen dat City... Je krijgt als tegenstander wel een soort handleiding. Dit is hoe je ons moet verslaan. Succes. En dat zie je dan ook daadwerkelijk gebeuren. Na 5 minuten zie je het al gebeuren. En dan loopt zo'n wedstrijd zoals hij loopt. Heb je Harry Kane weer gezien gisteren? Ja, ik heb gisteren ook gekeken. Ja, Harry Kane, geweldig na, vind ik. Ik vond die eerste goal, die paas, die geeft hij aan... Het is een geweldige spits, vind ik. Ja, hij loopt heel slim terug, maar trekt 2 man mee, de Son duikt erin en paas, doelpunt. En hij heeft 10 assists al dit seizoen in de Premier League voor een topscorer. Een record las ik laatst inderdaad, heeft hij te pakken. Ja, het is bizar. Ik vind het echt een... ook als je afwerkvormen soms ziet op Loris met rechts, links. Hij schiet alles binnen. En hard, zuiver, ja, het is... Hoe kijk jij daarna? Zit je van wat is zijn geheim? Kan ik daar nog iets mee? Of is dat al een gepasseerd station? Dat is wel een redelijk gepasseerd station. Ja, ik word 32. Ik ga daar niet... Lewandowski wordt ook nog elk jaar beter. Ik schiet gewoon eigenlijk alles met mijn binnenkant, zeg maar. En dus ik zie hem ook binnenkant vreef altijd pakken, zeg maar, Harry Kane. En soms zie je wel eens een looplijn, inderdaad. Maar niet dat ik daar heel veel meer uithaal. Nee, want hij is gewoon, maar hij is wel een beetje buitenklasse op zijn niveau, hè? Ja. Ja, maar hij is natuurlijk ook begonnen in de vierde divisie in Engeland, omdat hij niet serieus werd genomen als jeugdspeler. Hij heeft het langzaam moeten opwerken tot de spits die hij nu is. En nu is het onder Mourinho nog specialer geworden, want hij is ook spelmaker en spits in één nu. Ja. Eigenlijk twee posities. Ja. 10 assists en 7 doelpunten in de eerste 10 wedstrijden in de Premier League. Succes. Ik heb stukken van het documentaire van Mourinho gezien, waarbij weer zo onderstreept is dat hij echt zijn spelers eigenlijk altijd steunt. Hij is vervelend, irritant, arrogant en toch zeer aansprekend. Dat is ongeveer wel een beetje het beeld, hè? Ja, Harry Kane werd ook gisteren gevraagd, wat is nou het geheim van Mourinho? Wat is nou veranderd ten opzichte van de afgelopen jaren? En het zelfvertrouwen, hij geeft jongens zelfvertrouwen. Maar ook tactisch gezien, Erik Dier is nu centrale verdediger geworden. Harry Kane heeft hij toch op een iets andere manier op plek gezet. Er wordt nog beter gebruik gemaakt van de kwaliteiten van Son. Dus dat elftal staat goed. Ik kan wel voorstellen dat als je bij de Graafschap voetbalt, dat je denkt, ja jongens, we staan totaal verkeerd. Dat je het wel ziet, maar dat het niet gebeurt. Nou, bij Tottenham krijg je... Harry Kane zal dan nooit de kritiek gaan uiten op zijn spelers, omdat Mourinho het gewoon goed neerzet. Ja. Als je een keer niet meeloopt, wat Son een keer gedaan in het begin van het seizoen, dat Joris uit zijn dak gaat, dan zegt hij van Mourinho, goed gedaan, dat is precies wat die keeper moet doen. Dat wordt gewoon geaccepteerd. Je moet je taak uitvoeren. Je dat moet is een beetje meer klootzakken zijn, zeg je. Klootzakken ook, ja. Het is een vervelend team om tegen te spelen, Tottenham. Ja. En staan nu, want vandaag hebben we weer een topwedstrijd. Ze staan nu voorlopig even bovenaan. Liverpool-Leicester vanavond. Dan voorlopig even bovenaan. Dat is heel knap trouwens van Harry Kane. Nou, een man die misschien wel de man van het weekend is, hè? Haaland. Hè? Ja, we hebben het al een keer over Haaland gehad. Tegen Bayern was hij geweldig. Ja. En nu maak je er 4. Ja. Ja. In 1 helft. Ja, als jij daar, wat vind jij goed aan hem? Ja, zijn diepteloopactie. Ja. Ik zat laatst te filosoferen, wie is nou groot en snel? Ja. Toen, Haaland, zeg maar. Ja, zijn fysiek is imponerend en dan nog zo snel zijn. Dat is ongelooflijk. De man heeft... Ja, die is bizar goed in de diepte, gewoon achter de laatste lijn. Dan als hij eenmaal daar is en de loopactie heeft ingezet, is hij ook niet meer te stoppen. Ja, en ook zijn tweede goal gisteren, inderdaad die diepteloopactie. Maar de intensiteit ervan ook. Hè. Dus het is altijd vol 100%. En dan de rust bij de afronding. Met zijn linkerbeen even uitblazen en bam, het zit erin. Ja, het is wereldklasse. En die gaat binnen 2 jaar naar een topteam, denk ik. Ja, misschien wel binnen een half jaar. Ja, dat zou ook zo. Ja, hij heeft iets over Bayern München gezegd. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Want ik wil met Dortmund Bayern München verslaan. Dus ik ben niet bezig met Bayern München. Dat is een politiek correct antwoord. Dat is mooi geantwoord, ja. Die zal het meenemen. Te laat voor jou. Ook. Nou ja, misschien meent hij het wel. Dat hij echt erin gelooft om met Dortmund kampioen te kunnen worden. Hij heeft nu ook wel 10 doelpunten in de competitie. Lewandowski is dan buiten categorie. Maar hij houdt hem toch redelijk bij voor een jongen van 20. Ja. Ja, het is een speciale gast ook. Hè. Het is wel een jongen die echt voor het vak nu al leeft. Die heeft gekeken naar Ronaldo. Wat doet hij nou goed? Wat kan ik van hem overnemen? En er zijn een aantal jonge jongens die hebben een aantal jaar nodig om te ontdekken wat het is om prof te zijn. Ja. Hij was op zijn 16e al maniacaal bezig met... Hij heeft natuurlijk een vader die gevoetbald heeft, dus een voorsprong. Maar het is ook nog eens een topprof. Dus die combinatie van dat talent en het topprof zijn op je 20e... Dan krijg je dus dit. Ja. En alles zit mee. Want hij was op zijn 5e, hè, hij heeft die wereldrecord gepakt verspringen. Dus fysiek zit het wel redelijk mee met hem. Op zijn 5e? Op zijn 5e een wereldrecord op het verspringen voor de jeugd. Dus op zijn 5e heeft hij wereldrecord gevestigd. Hij zit fysiek vrij goed in elkaar inderdaad. Als je hem ziet rennen en zo, dan denk je dat hij gewoon 1,84, een prima lengte is. Maar de man is volgens mij 1,94, volgens mij 1,96. Ja, 94, ja. Hoe lang ben jij eigenlijk? 1,94 hoor. Ja. Dat is wel een groot verschil. Hoor. Ja. Ja, maar wat hij heeft, ik heb een keer een actie gemaakt dat hij die actie, misschien kan je nog herinneren, weet jij dat nou uit je hoofd, dat het was, dat hij de bal eigenlijk op de eigen helft oppikte. Ja. En toen ging hij rennen en scoorde hij in de 65 meter de spurt, scoorde hij aan de andere kant. Ja, in de Champions League. Ja, dan liep je bijna een wereldrecord hè, op de 100 meter in dat stuk. En daarna ook nog op die manier afronden. En ook nog terug, hè, als hij de bal verliest, tegen Bayern München, wat we gezien hebben, dat hij ook nog... en het is eigenlijk nog een jongen volop in ontwikkeling, want na heel veel dingen eigenlijk is hij op een aantal zaken ook best zwak nog. Hè? Met zijn rug naar de goal is hij niet zo goed. Kopsterk is hij niet heel erg. Nee. Dus er zijn een aantal dingen die nog echt wel ontwikkeld kunnen worden. Dus dat is nog het enge ervan. Is dat je favoriete spits of niet? Nee, Zlatan vind ik... dat vind ik toch wel echt het fenomeen. Ja. Daar kan ik nog steeds van genieten bij Milan. Hoe die dat team helemaal naar zich toe trekt en... wat hij nog steeds laat zien, 39 jaar inmiddels. Ja. Goh. Ja, topscorer in de Serie A. Ja. Ja, en Etterbach eerste klas. Ja, die hoeven ze de afloop niet te zeggen van Zlatan, dat had je niet moeten zeggen. Nee, nee. Bepaald zelf wat ik zeg. Nee. Weet je wel? Ja. Daar moet je eigenlijk een voorbeeld aan nemen. Want wat jij daar zegt, dat is gewoon prima. Je hebt gewoon gelijk. Dat moet kunnen. En dan Zlatan, die doet het ook altijd. Hè. Iets overdreven vorms over zichzelf soms. Ja. Maar goed, dat is favoriete spel op vanwege zijn karakter of vanwege zijn enorme kwaliteit? Nee, ze gewoon echt zijn kwaliteit. Als ik zie hoe hij ook ballen afschermt en dat doet. En zijn uitstraling, daar kan ik echt enorm van genieten. Ja. En Ronaldo? Ook kan ik ook enorm van genieten. Ja, ook gisteren legt hij er toch weer wat in. Ja. Het is ongekend gewoon. Want Juventus was gisteren 2-0. 2 goals van Ronaldo, 2 goede goals. En de Ligt speelde. Ja, hij is niet dat je met eerst 10 minuten moet spelen. Nee, gewoon in de basis. En dan meteen er staan. Hij krijgt hoge cijfers in de Italiaanse kranten. Maakt fysiek indruk. Speelt nu zonder angst, want die schouder is hersteld. Ja. Een prima indruk bij Juventus. En dat vind ik wel knap. Dat je op die leeftijd best wel lang uit bent geweest. Ja. En er meteen staan. En ook, we hebben het vaak over fysiek. Die jongens die net, maar ook Matthijs de Ligt. Die heeft ook een Golden Boy gewonnen. Zoals Haaland die Golden Boy nu heeft gewonnen deze week. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Dat is... Weet jij, als ik je in verlegenheid breng... Ik heb gisteren me af zitten vragen tijdens het SAP, heb je ook gedaan, al die wedstrijden. Ja. Dat rode dingetje wat ze op hun gezicht hadden, is dat een goed doel? Dat is een actie tegen vrouwenmishandeling, geloof ik. Dus al die spelers, die spreken ze daarvoor uit. Ja, dat is in Italië altijd zo. Ja. Dus elke keer een weekend en dan hebben ze allemaal zo'n rood streepje. Ja, zo dat ook. Dus, zeker. Niet dat de make-up is uitgelekt of zo bij al die spelers. Nee. Dat was met de advocaat van Trump, was dat make-up uitlekte. Ja. Toch? Juliana. Ja, dat is iets anders. Scherp hoor, Kees. Wat zeg je? Je bent scherp. Ja. Maar als je het Nederlands elftal bekijkt, is er kritiek op de verdedigende kwaliteiten van het Nederlands elftal. Dat is logisch overigens, want de kritiek was logisch. Maar ja, je hebt nog wel Van Dijk en de Ligt achter de hand voor over een maand of 7 als het EK begint. Ja, de Ligt zeker. Van Dijk moet je altijd afwachten hoe snel het gaat en hoe die terugkomt. Maar als je die twee daar hebt staan en ook nog eens de backs vertelt dat ze niet de hele tijd naar voren moeten rennen, dan staat het heel goed, denk ik. Als je Dumfries hebt en je hebt deze twee... ik denk als je Van Dijk en de Ligt centraal hebt, dat je gewoon een goede kans maakt om het EK te winnen. Want dat wel. Van Dijk en de Ligt vind ik echt bizar goed. Ja, maar je hebt ook natuurlijk... Kijk, de Spanjaarden die winnen met 6-0 van Duitsland. En de Duitsers waren wel zwak. En die speelden ook met een B-elftal. Maar het voetbal wat daarin zit... de Italianen zijn goed bezig. Ja. Dan heb je ook nog de Engelsen die een generatie hebben. Dat is wel lastig hoor. De Fransen die wereldkampioen zijn. De Belgen die een topploeg hebben. Dus er moet wel heel veel mee zitten. Het is zeker lastig, maar met Van Dijk en de Ligt... heb ik er persoonlijk echt heel veel vertrouwen in. Ik vind dat twee echt... echt wereldtoppers. Nou, ik denk dat alle bondscoaches van de landen die we net noemen, Van Dijk en de Ligt achterin zouden willen hebben. Ja, eens. Behalve Frankrijk heeft Varane natuurlijk en die Kim Pempen. En de Spanjaarden hebben Ramos nog gelopen. Jij volgt alles, hè? Ja, ik volg wel veel. Ja, inderdaad, ja. Dat zou analisten worden later. Dat zou mooi zijn, ja. Zou je dat leuk vinden? Dat zou ik zeker leuk vinden, ja. Om daar iets in te doen. Ja, want je durft je wel uit te spreken, ook over collega's. Nee, ik zeg gewoon als ik iets zie dan... ik weet wel van Wim Kieft dat hij een groot voetballiefhebber... maar dat hij het in het begin heel lastig vond om over mensen met wie hij had gevoetbald te zeggen... van ik vond hem vandaag niet goed of ik vond hem vandaag slecht. Dat kost even tijd om dat te durven zeggen voor televisie. Oké, Ik denk dat ik daar niet veel last van heb, inderdaad. Nee. Ben ik heel ziek? Ik hoorde René van der Gijp geloof ik hetzelfde zeggen van de week... Ben ik heel ziek dat ik toch stiekem bij Duitsland-Spanje 6-0 even naar de Duitsers ben omgeschakeld... om te kijken hoe het daar ging... Ik doe dat standaard. Als ik naar Duitsland kijk, dan kijk ik op de Duitsers. Ja, ik vind altijd, dan krijg je toch iets meer stemming mee. En ze waren behoorlijk geschrokken van hun eigen ploeg. Hè? Ook Schweinsteiger die als analist in de studio zat. Ik vond toch wel dat hij het heel beschaafd deed hoor, die Schweinsteiger. Ja, maar op zijn manier toch ook heel kritisch. Als je hem goed kent. Ja. Als je hem vaak gehoord hebt. Hij hield zich niet in. Ik vond ook Löw, je zag ook aan Löw dat hij zich schaamde voor deze nederlaag. Het kwam ook gelijk ter discussie. En terecht. En je hebt ook te maken met het feit dat er natuurlijk 3 spelers zijn die al heel lang niet op worden geroepen, al sinds 2018. Van Bayern München natuurlijk, Boateng, Thomas Müller, die nu het heel goed doet, of heel goed gedaan heeft. En de roep om die en Mats Hummels, die 3, er wordt toch nu gezegd van Löw moet die 3 terughalen. Om die Duitse ploeg nog een kans te laten geven op de komende eindronde. Dus het wordt wel interessant. Gaan ze kiezen voor Löw of voor die 3? Want waar komt het eigenlijk wel op neer? Ja, goed, ja, ik zou Müller wel terughalen. En ja, de andere twee zou ik eentje wel van meenemen ook. Ik zou ze niet alle drie doen, denk ik. Maar meestal als Duitsland dit soort échecs meemaakt, wat heel weinig voorkomt, maar is wel eens voorgekomen. Ja. Dan komen ze sterker terug en pakken ze een prijs. Dat is meestal zo bij de Duitsers, wat een geweldige kwaliteit is. Ja, eens. Ja. En Kimi heb je ook nog natuurlijk. Ja, nou ja, dat is wel een jongen die je mist. Een geweldenaar. Ja. Ja. Ja, zeker. Dus Goretzka die in een bizarre ontwikkeling heeft meegemaakt, ook fysiek gezien ook vooral. Ja. Ja, je moet niet te veel. Die 6-0 is natuurlijk wel even strikken, ja, maar daar moet je niet te veel aan ophangen. Nee. Want eigenlijk is het wel goed dat je met 6-0 verliest nu. Want dan is een wake-up call voor Löw. Van oké, zo kan ik dus niet spelen met deze speler. Ik moet toch aan mijn ploeg gaan werken. En Spanje heeft met 6-0 gewoon niet denken, nou we zijn favoriet. Dus wat jij nu zegt inderdaad, dat kan wel eens zo gaan uitwerken. Ja. 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 Nou, heb je Barcelona gezien gisteravond? Ja, ook. Ja, ik heb heel veel gezien. Ja, wij alle drie hoor ik nu. En je bent niet de enige vast en zeker. Maar ja, dat is toch Atletico Madrid zonder Suarez, toch een pijnlijke nederlaag. Ja, ik begin me wel zorgen te maken. Ook omdat Piqué nu is weggevallen. Onduidelijk hoe lang. Sergio Roberto is uitgevallen. Busquets was al uitgevallen. Ansu Fati is al uitgevallen. En Ansu Fati was heel belangrijk wat betreft snelheid, diepte, doelpunten. Nu speelt daar een jongen van 17, P3. Dat is toch een B-keus voor Koeman. Want die had hij liever in het top 10 staan. En, ja, dus zo is het de hele tijd schuiven. En dan moet je elke week maar gaan aanpassen. En ja, hij heeft nog zo'n kleine kern. Geen geld voor investeringen. Wat de trainer Koeman zie ik weinig fouten maken. Eerlijk gezegd. Wat er op het veld gebeurt vind ik vrij logisch. Klopt, daar ben ik het wel mee eens. Alleen, ja, als dan zoveel wegvalt. En Atletico is een hele vervelende tegenstander om tegen te voetballen. Ik denk dat het fundament van Barcelona niet meer voldoende is, zeg maar. Het centrale duo, zeg maar. Ik vind dat, ja, het zijn natuurlijk wel toppers, maar ik denk dat je daar gezien hun spel gewoon veel meer snelheid moet toevoegen. Zeg. Zo'n Upamecano, zeg maar, van Leipzig zou je moeten halen. Maar daar hebben ze geen geld voor, dat is het probleem. Nee, maar, ze hadden ze waarschijnlijk al gehaald. Er is geen geld, maar ze hebben daar toch echt een injectie nodig, vind ik. Ook gezien nu de blessuregevallen en het zit allemaal niet mee ook met, voor Ronald Koeman. Nee, overigens, je noemt Piqué, maar als er een zware blessure is, heb jij meestal wel een middel om dat te genezen. Want dat verhaal is natuurlijk heel beroemd, want we hebben het nog even op beeld. Dan gaat het plotseling over mosterd. Ja. Ja, dat was Ralf Seuntjens afgelopen dinsdag. Inmiddels staat hij hier. Ralf, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, zonder krukken. Ja, het vocht is er snel uitgegaan door de Brian Linssen techniek van mosterd. Edwin had me geadviseerd en ik heb het 2 nachten geprobeerd en het vocht was weg. Dus, nee, dat lieg je. Nee, dat is echt waar, ik zweer het. Echt waar? Ongekend, ja. Ik ken het verhaal van Brian Linssen. Die had ook ooit de mosterd op. Raad het niet, baad het niet. Weet een speciale mosterd? Probeer het. Uit welke oude Franse mosterd, zeg maar. Van, Je zuigt het echt uit je mosterd. Ik zweer het echt. Vraag maar straks aan de trainer. Het is ongelooflijk. Ik geloof het ook. En dat komt allemaal van Brian Linssen, hè? Ik probeer het maar. Ja, zijn broer is jullie assistent geweest. Ja, daarom. Ja. En zo kwam het tot stand. Het is blijkbaar echt waar, hè? Ja, het is echt serieus waar. Ik geloofde het ook niet en ik heb het gewoon geprobeerd. Ik heb voor je meegenomen. Zo, super. Ja. Voor je, het is, ik hoop dat ik hem niet meer nodig heb, maar nee. Dan heb ik hem al van staan. Bedankt. Ja, maar dit is echt... toevallig had ik gisteren even contact met Brian Linssen, want die gaat vandaag scoren. Ik heb het sterk gevoel, dat gun ik hem van harte. Dat is mooi. Ja, maar dit leek een ouwe verhaal. Ja. Maar ik heb het gecheckt. Van meerdere kanten is dit dus waar. Ja, bij mij heeft het echt geholpen. Na AZ uit was mijn enkel echt dik en ik dacht van, op dat moment dacht ik echt van ja, dit is gewoon einde seizoen en misschien wel, het is maar te hopen dat ik nog een wedstrijdje kan voetballen. Maar toen smeerde ik 2 nachten de mosterd erop, zeg maar, met de natte wollen, zeg maar, eromheen en dan drukverband eromheen. 2 keer, het stinkt wel, sok eromheen, dat het, de kans op lekken helemaal beperkt wordt, maar 2 nachten gedaan, toen was het vocht weg en dan komt er weer een beetje mobiliteit in die enkel. Ja, en toen ging het heel snel in 1 keer. Dus ja, ik bedank hem hier nogmaals voor de tip. En het komt officieel volgens mij van de vader van Alexander Buettner af. Oh ja? Daar heeft volgens mij Brian Linssen de tip van gekregen uiteindelijk. Dus geen bijgeloof? Nee, het is voor mij geen bijgeloof meer. Nee. Want ik heb het nu echt zelf ervaren. En dat bleek toch echt waar te zijn, Kees. Nou, het is gisteren gehaald, buitengewoon succesvolle mosterd. Ja. Overigens heeft hij natuurlijk wel een punt, dat is ook geen nieuws. Piqué loopt natuurlijk, het was van treurige blessure gisteren hoor. Ja, maar qua snelheid loopt hij echt wel achter op de feiten. Hè? Ja, ik, Ik vind Piqué prima presteren. Alleen ja, dat hij wat langzamer is dan andere verdedigers. Ja, dat is nou eenmaal zo. Dat is al jaren zo. Maar je zag wel aan Schreuder en Koeman de uitdrukking op hun gezichten. Van oh nee, dit is echt kloten. Want hij was wel de nummer 1 daar rechts achterin. Lang de nummer 1 links achterin. En nu moeten ze toch gaan schuiven. En weer met Frenkie de Jong misschien centraal achterin. En dat kan prima. Maar dan heb je wel weer iemand op het middenveld nodig. En dan was Busquets alweer weggevallen. En zo blijf je... Ja, schuiven. En je moet gaan winnen nu, want je staat al 9 punten achter. 11 punten uit 8 wedstrijden momenteel. En ze kunnen ook niemand meer ontslaan, gelukkig, Barcelona, want ze hebben geen geld. Maar het is wel een treurige start. Ja, en is de selectie ook niet uiteindelijk te smal, zeg maar, om in deze drukke periode met toch wel veel spelers op leeftijd... Welke periode? Ja, de coronaperiode. Oh, ja. Om dat alles dicht op elkaar is, met de Champions League erbij komt. Alle competities die daarnaast nog lopen, zeg maar. Best wel een smalle selectie. En dan Busquets, Piqué, Messi, die toch ook wel wat op leeftijd allemaal zijn. Nou ja, kijk, Messi, er kwam gisteren een statistiekje in beeld na een minuut of 60 met een aantal kilometers. En ik schrok er een beetje van. Dat is 4,5 kilometer. Dat is niks. Dat is echt weinig. Ja. Ter Stegen heeft meer meters afgelegd in de eerste 60 minuten. Ja, vooral omdat hij zo naar uitliep. Precies. Ja. Maar dat is wel... Ja. En dat is zijn stijl van voetballen. Maar hij is natuurlijk ook gewoon in Zuid-Amerika geweest met Argentinië. En dat geeft hem ook geen rust, want dan speelt hij ook alles. Ja. Peru, en dan terugvliegen. Dan ziet hij zijn vrouw eventjes een ochtend. En dan mag je weer naar de club toe. Dan staat hij in de basis, want hij moet altijd spelen. Ja, dat gaat op een gegeven moment. Dat kan niet goed blijven gaan. En die jongen is ook bezig met... Tijdens de wedstrijd is hij bezig met blessurepreventie. Dat zie je en dan begint hij te wandelen. Want hij moet niet te vaak de diepte ingaan, want straks zijn hamstring. Weet je, dat voelt hij natuurlijk ook. Dus die is gewoon bezig met heel blijven in zo'n periode. En dan zie je de statistiek ontstaan, want 4,5 kilometer is echt heel weinig. Dat is krankzinnig natuurlijk, maar ze kunnen ook niet zonder Messi, zeg maar. Als Messi nou ook nog wegvalt, zeg maar, het is ook niet, zeg maar... Kijk, Griezmann, dat vond ik bij Atletico echt een geweldige speler. Ja. Maar bij Barcelona is het... Tot op heden, zeg maar, weten ze nog niet. Dat heeft Messi ook mee te maken gehad dat hij terugkomend uit Zuid-Amerika te horen kreeg dat de zaakwaarnemer, de ex-zaakwaarnemer, alles is nieuws, al 3 jaar geleden was hij zijn zaakwaarnemer, daarna niet meer. Iets heeft gezegd over de samenwerking Griezmann-Messi. Koeman was er ook knap zagrijnig over, dat weer opgerakeld. Hè? En Messi en Griezmann hebben een prima relatie. Ja, dus ook, en wat je alleen ziet bij Griezmann, Frankrijk... Staat hij ook in de basis, speelt hij een goede wedstrijd. Maar Frankrijk speelt op een totaal andere manier dan Barcelona. Frankrijk is net als Atletico, waar hij dus het spel zonder bal, daar is hij heel goed in. Bij Barcelona, die speelt altijd bij de helft van de tegenstander. Ja, dan moet hij vaak aan de bal komen. Dan zie je hem ook zich aanbieden, maar dat is voor hem een beetje onwennig. Want eigenlijk speelt hij op een totaal andere manier. Dus hij speelt tegen zijn natuur in. En dat zie je. Het hele team is eigenlijk afgesteld op Messi en niet op Griezmann. Terwijl Frankrijk is afgestemd op... de kwaliteit van onder meer Griezmann. Ja, dat is een totaal andere manier van voetballen. Ik denk dat Griezmann er persoonlijk nog beter uit zou komen, zeg maar, als hij met Suarez, zeg maar, daar in de punt zou spelen. En dan een beetje als tweede viool, zeg maar, daar bij kan lopen, zeg maar. Dat deed hij samen met Diego Costa toen ook. Ja, je zou een koningskoppel hebben als je Suarez en Griezmann bij Atletico neerzet. Maar omdat je daar nog gewoon zijn eigen spel kan spelen. En nu moet hij een voetballer acteren die hij eigenlijk niet is. Nee. Het wordt een spannende week weer. En heel veel voetbal. Jij gaat nog 4 keer winnen tot aan de winterstop. Eindhoven, MPV, Jong Ajax en Utrecht. Dat worden 12 punten. Dat is wel de doelstelling, Is dat de doelstelling? Ja, voor mijzelf wel. En voor de ploeg moet dat ook zo zijn. Ja. Dan staan we er goed voor, denk ik, in de winterstop. En daar moeten we niet voor weglopen. En dan loopt je contract af en dan ga je nog jaren door. Ja, ik probeer zeker. Ik voel me fit. Ook de fysieke testen, zeg maar, de shuttle runs en zo, daar zit ik gewoon nog bij de top 3, zeg maar, van het team, zeg maar. Dus fysiek sta ik er gewoon goed op. En wat dat betreft is er zeker reden om nog door te gaan. En als het niet meer gaat, dan ben ik ook de eerste die toegeeft dat het niet meer gaat. Want ik heb geen zin om niet meer het maximale eruit te kunnen halen, zeg maar. Uit de prestatie op het veld, want daar ken ik mezelf, dan sta ik... wekelijks voor lul op tv met een interview. Nou, we gaan dat uiteraard ook volgen. Dank voor je komst. Jij ook bedankt, je kent het al voetballen. En van de week was voor mij ook en voor velen een treurige week. Omdat Harry van Raaij ons is ontvallen, 84-jarige leeftijd. De voorzitter voor altijd van PSV. Gisteren werd hij herdacht door duizenden PSV-fans. Dat zegt genoeg. De man van PSV Eindhoven, Harry van Raaij. Goal! PSV pakt de Europa Cup. Kluivert, ja! En die komt erin! Ja!